Jij bent rechts? Nee, ik weet niet waar ik ben. Ik ben vandaag meubelmaker, maar niet zomaar eentje, want ik ben meubelmaker op een jacht van 59 meter lang. Samen met Alwin. Hey, wat gaan we precies doen vandaag? We gaan een bokstuk maken vandaag en die gaan we straks plaatsen op het schip. En ik ga zelf dat stuk ook plaatsen, echt ja. Op deze boot? Ja. Oké, cool. Heel cool. Nou, kijk. Oh, wauw. Dit is echt zo Titanic-achtig. Dan kijk al wanneer het schip neerstort. Ik hoop niet dat deze gaat zinken, maar oh ja. Oh, het schip neerstort, zeg ik ook echt. Maar goed, wij gaan vandaag dit onderdeel maken in zo'n bokstuk. Dat maak je dan helemaal zelf? Ja. Oké. Wat vind je nou zo leuk aan meubelmaken, zeg? De variatie die erin zit. Ik bedoel, geen één meubel is hetzelfde. En iedere keer kom ik weer andere dingen tegen. Dus heel snel nadenken van, hey, dit kan niet, het moet anders. Dus je moet denken in oplossingen heel vaak worden. Ja, dat vind ik leuk aan het pakken. Ja, want jullie krijgen natuurlijk altijd een specifieke vraag. Mensen willen zo'n enorm schip. Ja. En hebben bedacht wat ze daarop willen. Ja. En dan moeten wij dan proberen zoveel mogelijk naar de wensen van de klant te maken, zeg maar. Ja. Soms is het heel lastig, maar we proberen het wel. Ik heb hier een balk. Ja. Wat gaan we nou precies met die balk doen? We gaan hem nog schaven op de vlakbank. Ja. Daarna gaan we naar de verdikte bank. We zorgen ervoor dat die rondom netjes is, 90 graden. Dan zorgen we dat de balk helemaal netjes is en dat die lijm klaar is. En triceps trainen. En daarna gaan we hem lijmen aan elkaar, zodat we één grote plaat straks hebben. En voordat hij op de boot komt? Dan gaan we eerst nog contouren. Wat? Oké. En door. Dan gaan we ook zagen en schuren. En we gaan nog even frezen. Jij bent rechts? Nee, ik weet niet waar ik ben. Dit was hem, Lonneke. We moeten nog eventjes wat andere freeswerkzaamheden hier aan doen. En dan, even schuren nog? Schuren. En dan pakken we hem op en dan gaan we naar de boot toe. Ik ben heel benieuwd. Ja. Oké. Om meubelmaker hier te zijn moet je natuurlijk heel creatief zijn. Je moet veel geduld hebben. Ja. En ook heel nauwkeurig werken. Ja. Ik heb er nog wel een paar bij te voegen. Talent voor het vak moet je hebben. En een hoop plezier. Een hoop plezier. Ja. Maar je moet natuurlijk ook wel een beetje de vaag erin houden. Ja, zeker weten. Dat komt die boot nooit af. Oh. Deze hebben we daar gemaakt. Ja. We gaan hem plaatsen. Ik denk dat hij hier in de bocht moet. Waar moet je nou anders over nadenken als je meemaakt met op een schip? Je hebt heel veel te maken met krappere ruimtes. Er lopen elektradraden, mechanisch spul loopt er allemaal achterlangs. Dus daar heb je allemaal mee te maken. Mm-hmm. Heb je met gewone meubelmakerswerk heb je dat. Dus ik kan veel van bij kijken. En jullie werken natuurlijk ook een heel groot team. En ik kan me voorstellen dat veel meubelmakers ook alleen werken. Ja. Maar wat een werk voor één zo'n klein plankje. Ja. Vandaag hoe lang je met een hele boot bezig bent. Ja, inderdaad. Oké, laten we hem vaak omzuigen.